De mondkapjesplicht, die is al een tijdje voorbij. Hartstikke fijn, maar ik heb hem wel op. Want ik ga deze voorbereiden om te spuiten. Welkom bij het hok. Nou, ik heb de kop hier liggen. Ik doe er zo wel even een muziekje onder. Ik ga met de Dremel, met een, wat zijn deze kwastjes? Had ik er een heleboel van, maar de meeste zijn op. Dan haal ik even de meeste corrosie van het aluminium af. En dat zit allemaal in die ribben, daar kom je bijna niet bij. Daarna heb ik een schuurpetje, ga ik hem even mee schoonmaken. Ontvetten heb ik van tevoren al gedaan. Dat moet je doen voordat je gaat schuren, want anders gaat al die vettigheid in die schuurstreepjes zitten. En dan gaat je lak natuurlijk never nooit plakken. Dus dat ga ik doen, even met de Dremel aan de gang. Hiermee schuren, ontvetten. En dan super saai werkt dit. Maar ja, je moet wat, hè. Brilletje op. Want je wilt natuurlijk niet dat die Dremel dingen in je ogen terechtkomen. De reden dat ik deze ook afsluit, daar gaat olie doorheen. En je wilt natuurlijk niet dat er verf in je oliekanaal komt. Dus eventjes afsluiten, voordat je gaat spuiten. Afsluiten voordat je gaat spuiten. Ja, ja.
Het is misschien wel het saaiste filmpje wat ik ooit in het hok gemaakt heb. Het afplakken van een cilinderkop en schoonmaken. Nou ja, het hoort erbij. Ik heb alle boutgaten even voorzien van een propje wc-papier. Die boutgaten, dat is gewoon een open verbinding en sommige gaat olie doorheen. Nou, je wilt geen verf in je oliekanalen. Dus vandaar even dichtmaken. Bovenkant afgeplakt. De onderkant afgeplakt. De inlaatkant dicht. En de uitlaatkant is ook dicht. Dus deze kan gespoten gaan worden. Dat is waarschijnlijk iets voor een volgend filmpje. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer bij Het Hok. Hoi!